Belangrijker dan het resultaat, moet ik heel eerlijk zeggen, is die 3 maanden van werken. Als u gezien had dat een groot aantal leerlingen hun eigen verantwoordelijkheid nemen, individueel aan het werken zijn geweest, soms met 10 en over 1 bord aan het lopen waren en dan toch aan het schilderen waren. Er is behoorlijk samengewerkt. De richtlijnen van de docenten zijn prima opgevolgd. En als we kijken naar dat gehele proces en bovendien ook dan weten de resultaten die ze tot stand gebracht hebben, dan zult u zich kunnen voorstellen dat wij inderdaad trots zijn. Een klein beetje is het niet alleen zelfs van de tekenleraren en de leerlingen, het is eigenlijk een gebeuren van de hele school. Dames en heren, valse bescheidenheid is uit een boze en daarhalve zou ik willen stellen dat we met z'n allen een knap stukje werk geleverd hebben waar we trots op mogen zijn. Dat geldt niet alleen voor de panelen die we gemaakt hebben, ook als onderwijsleerproject is Van Gogh langs de weg een succes geworden. De leerlingen zijn zich bewust geworden van het feit dat Vincent wel iemand anders was dan een zichzelf verwonderde maloot. Namelijk een eerlijk en integer mens die worstelde met zijn leven, zijn omgeving en ons via zijn schilderijen en tekeningen daarvan getuige laat zijn. Maar ook jullie als leerlingen van de KSE hebben je bijdrage geleverd voor deze herdenken. Met het maken van die, ik heb ze nog niet gezien, maar ik heb er al veel van gehoord, van die fraaie reproducties. 10 panelen die straks langs de Rijksweg komen te staan en die letterlijk een omlijsting vormen van het standbeeld en van de tentoonstelling in de kerk. Ik weet niet of je het realiseert, maar dagelijks zullen er 50.000 motorvoertuigen over de Rijksweg komen, die komen er nu al, en dat betekent 50.000 plus toeschouwers voor jullie werk. Dat is een grandioze opsteker, want welk openluchtmuseum, en zo mag ik het ook wel beschouwen de komende 6 weken, haalt dat getal van 50.000 per dag. Zelfs de initiatiefnemers voor de fraaie tentoonstelling in de kerk zijn daar jaloers op. Ik heb een van de initiatiefnemers zojuist al gesproken, en die is buitengewoon jaloers op het feit dat jullie werk in ieder geval wat dat betreft hoger scoort dan het werk in de kerk. Als ik u deze penning geef, meneer Jansen, dan is dat omdat u een van degenen bent geweest die de motor vormde voor dit gebeuren. Maar in u wil ik in ieder geval alle anderen ook betrekken, al uw collega's die naast u hebben gestaan en die hier ook hun steunen hebben gegeven. Dus het is aan u en middels u aan alle anderen, maar u bent in ieder geval degene geweest die niet alleen nu, maar ook 4 jaar geleden heb ik begrepen, dit alles in stand heeft gebracht, waar we nu nog van genieten. En ik hoop dat de komende weken inderdaad ook weken zijn van genoegen voor u en uw collega's, dat we veel leuke reacties krijgen, maar daar gaat het niet op de eerste plaats om. Het gaat erom dat wij met z'n allen hier in Etten-Leur van kunnen genieten en op die manier toch ook een bijdrage hebben geleverd aan Vincent van Gogh. Meneer Jansen, bedankt voor datgene wat u deed en in u al degenen die hier aan hebben bijgedragen. Proficiat. Dank u wel. Nou, deze volgende. Nelson. Dank u wel. Gaat er samen bij. Ja. Komt u mee, dames en heren?
kind, ja, je leeft er natuurlijk wel van, maar... Het is flink op te schieten. Een paar schilderijen zijn al klaar. Voor de leerlingen is het niet alleen maar leuk. Ze leren ook om goed naar het werk van Van Gogh te kijken. Ik vind ze vegen en zo, het schilderij zelf. Ik vind het heel knap gedaan. De schilderijen blijven... Ja.